Hallo kijkers van Shine Sprites, ook een gloednieuwe aflevering van Pokémon wou ik zeggen. Mario Kart Double Dash met Jordi van de Super Guys. Waar is Pokémon? Pokémon is gone. Er is nog geen Nintendo Kart, hoeft voor mij eigenlijk ook niet hoor. Maar... Al moet ik nee, zeggen, Mario Kart 8 zit al genoeg Nintendo Kart. Dat is achter Luxe al. Ja, misschien iets te gulzig met schieten. Nou, ik moet wel zeggen dat die dat de besturing zeg maar een stuk. Leg ik het goed uit. Hij reageert heel heftig op de besturing die ik geef. Daardoor mis ik soms ook. Wel eens van die itemboxes, zeg maar, omdat je er dan gewoon net omheen raakt. Het is niet zo subtiel of zo fluweel zacht als de Luxe. Nou ja, kan. Hier, dat bedoel ik. Toegeven, dan zou ik misschien nog. Dan kan ik misschien soms wel voor je corrigeren. Hier is zo moeilijk om dat te ontwijken. Ja. Ah, dat is die ook. Wauw. Kunnen we het nog halen? Ja, ik had misschien ook iets beter moeten corrigeren voor jou. Ja, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon gewenning hoor. Want Mario Kart 8, wat je zegt, het is veel smoother zeg maar. Je kan veel makkelijker gewoon net even een tikkeltje meer naar rechts rijden zeg maar. Maar hier als je één tikje geeft, gaat hij meteen een hele bocht maken. Ach, inderdaad, zoals je zegt, het is, als je nog gewend bent, dan gaat het wel weer beter, maar... Als we er bijna een gat maken, kunnen we de show bijhouden, maar... Dat zat er niet in. Double dice! Ja. Oh, ik haat echt de sturing. Ik heb dat, moet zeggen dat ik daar bij de originele Mario Double Dash nooit zoveel last van had. Hoe dan? Nou, dat kan ook gewoon door de controller komen. Hè? Nee, ik mis ervan, waarom raakte die Red Shell degene voor ons niet? Oh ja. Dat was meer mijn vraag van, wacht even. Daar klopt dus niet. Nee, volgens mij heb ik me vergist in. Alsnog vergist in de driftknop. Ja, zie je, hij kan wel zo'n drift doen. Dan heb ik alsnog de driftknop niet gevonden, denk ik. Ja, hij kan hem nu pas gebruiken. Ja. Deze keer. Nee, ik merk het. Wow. Ja, sorry, wat wil ik daar tegen doen? Ja. Die rode schelp was al afgenomen voordat ik hem kon vuren.
Zie je nou wat je doet? Je laat Bowser Jr. huilen. Doe ik dat? Ja. Oké. Okay. Ik doe niks. Ik gooi alleen maar dingen. Dit is Cruiser. Laten we even kijken, wat krijgen we voor iets nuttigs. Dat is best nuttig, maar nu even niet. Nu wel. Nu niet meer. Dat is het nadeel van de Bowser Shell. Huppakee. Dat gaat goed, dat gaat beter. Oké. Laten we even kijken hoe het nu doorpakt. Ja, dat... Daar kan ik niet heel mee. Kijk, dat zijn de mooie dingen. Noot noot, oh. Dank u. Klasplat. Het is ook altijd een blue show wanneer wij net de finish willen halen, hè? Hey, kijk, twee. Dat is mooi. Dat is heel vriendelijk van ze. Hey. Ja, dat kan soms gebeuren. Ja. Oh, volgens mij heeft iemand die achter ons alleen net die banaan gepakt. Mm-hmm. Oh. Ja hoor. Ja. Dat je dat zo willen winnen. Nou, alsnog tweede. Drie blue shells in eigenlijk één ronde. Ja. We spelen niet met custom items, toch? Nee. Nou, hij is alweer de laatste. Ja. Dat is mooi. Ik krijg nog eens nuttigs. Ja, dan moet ik even wachten. Zo mist we daar die item box. Ja, dat had ik kunnen voorkomen, ja, door gewoon te corrigeren. Maar ja, dan moet je net op het juiste moment goed staan. Ook dat nog. Wauw. Oh, dit is wel een stuk slechter dan de vorige Grand Prix die we deden. Ja, ik kan niet corrigeren in de lucht als je denkt dat ik dat kon. De green shells heb je helemaal niks aan. Op eerste plaats ja, op deze plaats nee.
Dankjewel, Yoshi. Please, laat even iets nuttigs zijn. Ja, het kan, maar... Echt praktisch was het niet. Dat scheelde niet veel. Nee. Klaar. Ja, iets minder dan de vorige Grand Prix, zouden we maar zeggen. Maar waar zijn we uiteindelijk op geëindigd? Derde plek? Ja. Derde plek. Dik ook. Mm-hmm. Iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Vonden jullie het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te bekijken in de beschrijving. En zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.